Je kijkt naar het Weersjournaal van Weerplaza. De actieve wolken liggen al buiten Nederland. Hier en daar komen nog wel wolken voor. En er gaan in de loop van de ochtend ook nog wel wat stapelwolken ontstaan. Het kan bovendien wat nevelig zijn bij aanvang van de ochtend. Hier en daar dus de zon en dan oplopende temperaturen naar 13 graden in het binnenland. Vanmiddag een enkele stapelwolk die uitgroeit tot een bui, vooral in de oostelijke helft van het land. Maar in de loop van de middag neemt die kans alweer af en begint het van het westen uit breed op te klaren. Maxima tussen 14 en 18 graden. Vanavond dalend en komende nacht koelt het dan in het binnenland nog behoorlijk af naar een graad of 4 als minimum. Maar het is in elk geval heel erg rustig. De wind wordt morgen zuidelijk en dan wordt steeds zachtere lucht aangevoerd. Het wordt 17 tot 22 graden met veel zon. Het is droog en hier en daar komen dan nog wel wolkensluiers voor. Die wolkensluiers gaan ook verdwijnen voor de komende dagen. Want kijken we bijvoorbeeld naar het weer van de woensdag en de donderdag, dan zien we eigenlijk alleen maar zon. De wind is oostelijk en het is zeer zacht, 20 tot 25 graden op veel plaatsen. De eerste zomerse dag is in de maak en voor een landelijk verhaal moet dat in de wild zijn. Dat zou misschien op de donderdag wel eens kunnen lukken.